Voor de website Lef om te zijn ga ik in gesprek met de 36-jarige Marcel Stegers, die alles ziet en beleeft door de ogen van een 12, 13-jarig kind. Hij laat ons zien hoe ons denken in de weg kan staan, waardoor we niet meer naar ons hart luisteren. Met 7-jarige leeftijd voelde ik al steeds duidelijker dat er iets niet op zijn plek was in de wereld. En ik keek om me heen, ik zag het bij mijn ouders en de mensen zoals ik nu zie kijken om zich heen naar de oplossingen. Maar ik zag om me heen en ik zag dat daar geen oplossing mogelijk was. Dus ik keek stond met tranen naar boven toe van ja, wat moet ik hiermee? En toen was ik nog niet eens 10 jaar. Maar toen ik 10, 11 jaar was, toen begon ik meer te schrijven. Over mijn gevoel, om mezelf te begrijpen. En het heeft een heel aantal jaren geduurd totdat ik begrijp wat ik eigenlijk schrijf over mezelf. Ja, heel gek is dat. Omdat, dus eerst begreep je nog niet wat je schreef? Nee, want ik wist nog niet eens echt hoe ik dat moest beschrijven, het gevoel wat je ergens bij hebt, zeg maar. Mm-hmm. En als een etiketje, autistisch gedrag. Ja, ga ik dus niet mee met de school en ben ik dus eigenlijk best wel een onmogelijk kind, zo te zeggen, omdat ik nergens bij paste. Omdat het ergens niet goed voelde en ik voelde de druk om er niet in mee te gaan. En daarvoor zat ik op een speciale school, de autistenklas, bij een VSO, de Ortelaan. En daar was ik soms heel moeilijk en toen zat ik ook wel eens heel moeilijk op voetbare kinderen, die school zat samen. Oh. Maar toen weer terug naar de autistengroep. En ja, ik pas nergens tussen. Er waren er op dat speciaal onderwijs mensen die iets begrepen van wat jij allemaal voelde en zag en dacht? Die hebben meer een luisterend oor. Die hebben meer aandacht. Uh-huh. Dat vond ik zo bijzonder aan die speciale school. Dat je een kleinere groep hebt waar je gewoon meer aandacht krijgt en de steun daarin. Ja. Om ook daar te leren dat het niet erg is om anders te zijn. Want daar heb je kinderen die echt totaal anders zijn. En inmiddels, na vele jaren later, ben ik in het Thomashuis, mocht ik een paar jaar meedraaien. Kun je daar eens, wat is een Thomashuis? Is een woonplek met mensen met Down-syndroom en andere beperkingen. En daar heb ik 2 jaar gezeten. En dan mocht ik dus echt leren van dat het niet erg is om anders te zijn. Want ik ben ook een heel aantal jaren gepest geworden. Omdat ik anders ben, werd een bepaalde onzekerheid. Maar toen in mijn schrijven, met tranen dat ik soms schrijf en mezelf begreep, dan had ik de troost kunnen vinden in mijn schrijven. En de antwoorden in mijn schrijven vanuit mijn hart. Want als ik hier vanuit ga van mijn denken en bezig ben met wat er allemaal om me heen gebeurde, dat mensen mij niet begrepen omdat ik anders ben, niet volgens de verwachtingen was zoals anderen zeggen dat ik moet zijn, dan was het meer een kwelling. En dat maakte denken meer een kwelling, omdat we ons bezighouden met de dingen om te zoeken naar antwoorden, terwijl antwoord hier in ons altijd al was. En zo leer ik steeds meer te begrijpen van wat echt is en zelfgemaakt. Dus, je zegt eigenlijk, het denken, dat is eigenlijk een kwelling. Ja, het doet wel goed eigenlijk, maar het ligt op welke manier het gebruikt wordt. Want ik zie de kinderen op school, van mij van vroeger en nu tegenwoordig, met kinderen waar ik mee rondraan, een leuk speelbuiten, dat de school eigenlijk heel veel dingetjes, informatie in hoofdjes brengt, dat gewoon flink afleidt van wat we echt hier zijn. En we houden ons steeds meer bezig met de dingetjes te moeten onthouden. Steeds meer recht op te overleven. En dan gaan ze steeds meer denken in patronen. Terwijl het leven eigenlijk oneindig is. Mm-hmm. Maar als we hier bezig zijn, dan plaatsen we ons steeds meer in dat hokje. En dat geconditioneerde denkwijze houdt ons steeds meer in dat hokje, dat kleiner. Doordat we steeds meer hier bezig zijn in plaats van hier mogen zijn. En hier zijn we echt. Ja. Ik zie soms dat ouders gewoon vergeten dat hoe een waardevol geschenk dat ze hebben. Want ieder kind is een hemels geschenk en dat zijn de ouders ook. Alleen de ouders zijn het meer vergeten en het trekt de kinderen mee in die vergetenis. De pijn om dat te zien en je er niet mee kunt bemoeien. Mm-hmm. Ja, maar dat kan ook niet, want dat werkt weer averechts. Ja, en daar zit wel veel verdriet in bij mij. Mensen maken het zo moeilijk, terwijl ieder van ons, ongeacht al ben je 100 jaar of wat dan ook op aarde, dat kind, dat zit in ons allemaal, die vreugde. Ja. Alleen doordat we hier meer zijn en daarin gewend raken en niet meer anders weten, vergeten we dat dit juist echt is en dit mens gemaakt. Ja. Want jij hebt
Natuurlijk op school lezen, rekenen, schrijven, taal, alle vakken gehad. Dus je kunt ook gewoon goed een boek lezen. Mm-hmm. Dat gaat gewoon prima. Dat, ja. Ja. Maar ook omdat het hier ook is dat ik... Oh, jij leest dat met ik, je hart. Ja, kijk, het is zo... Kijk, ik heb heel veel boeken. Ja, dat zie je. Heel veel spirituele zelfkennisboeken, alleen maar. Maar het is ook meer omdat de bepaalde uitstraling van een boek... Dan is het net zoals een knuffelbeer die zo schat zit te kijken. Dan moet je dat hebben. Huh? Dan is dat bij mij dat die uitstraling van dat boek. Wat het als heeft. Jij een boek ziet, dan voel je dat. Ja, dan voel je dat gewoon dat er een bepaalde iets heeft. En bij mij met dat boek lezen. Dan is het zo, als, is het zo dat je voelt innerlijk een bepaald drang. Maar het is een drang om te volgen. Dat je moet dan een boek pakken. En je bladert dat dan. En op een gegeven moment... Ja, kom je dan een stuk tegen dat net past naar iets waar je een aantal dagen geleden een antwoord naar zocht, maar hebt losgelaten. Het is heel fascinerend hoe dat zit. En juist dat leer ik dus te begrijpen. Bijvoorbeeld met sommige kinderen, dat ik dan bijvoorbeeld iets denk en zij zeggen het meteen. Yeah. En dat, wow, op mijn telefoon zit ik zo te typen over die ervaring. En dan echt dat moment, die dag, om dat dan op te reflecteren van wow. Maar die telepathische connectie zo, omdat we daarin zo vrij zijn. En dan komt onbewust, spontaan, en dan die spontaniteit, zeggen die kinderen zo van iets, precies wat ik net dacht. Mm. Precies, dat is bijna onmogelijk. Maar dat soort dingen maak ik dus veel mee. En dat is echt super bijzonder. En soms ren ik dan naar de kind toe, dan geef ik hem een knuffel en zeg ik dankjewel. Ja, dat is... En snappen ze het dan? Nee. Nee. Maakt me niks uit. Nee. Maar je maakt zo connectie vanuit je hart, vanuit een onvoorwaardelijke liefde, denk ik. Dat het gewoon, dan is er eigenlijk al niks meer nodig. Ja, dat is prachtig. Ja. Als je bijvoorbeeld de bezorgdheid hebt, bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over iets. Bijvoorbeeld als ik het nieuws kijk en je maakt je zorgen over dingen waar je eigenlijk niet zorgen over te maken. Dan ga je het moeilijk maken voor jezelf, omdat je hier bent. Ja. Weet je wel, dan wil je eens helpen, je wilt de dingen oplossen. Je wilt zien dat het goed gaat, maar je hebt daar geen controle over. Controle is de illusie. Als we de controle innemen, dan forceren we dingen. Terwijl het voorbeeld die je bent, is hoe je jezelf geeft. Precies. En dat is het enige. Je kunt alleen maar met jezelf bemoeien. Ja. En in de laatste paar jaar ook met Miguel heb ik daar heel veel nog extra bevestiging van gekregen. Extra geleerd. En daar ben ik hem echt dankbaar voor. Omdat ik zoveel heb geleerd. Nou even naar terug. Ja. Want je hebt dus de afgelopen jaren ben je heel intensief bezig geweest met het schrijven van een boek over Miguel. Uh-huh. Een vriendje van je. Waar jij een hele bijzondere vriendschap mee hebt opgebouwd. Mm-hmm. En daar ben je over gaan schrijven. Vertel eens. Eerst ging ik net zoals met de andere kinderen met hem om. En allemaal leuk en aardig. Maar je voelde de dingen waar je gewoon probeert niets van aan te trekken. Omdat je kunt er toch niks mee doen. Maar op een gegeven moment... Als je de pijn in iemand voelt waarbij de uitstraling zo sterk is. Miguel is een prachtig nieuwe tijdskind, heel zacht. Maar je voelt dan wel heel diepe pijn toch achter zijn glimlach, zeg maar. Mm-hmm. En sindsdien besteedde ik meer aandacht aan hem om er voor hem te zijn. En ben ik ook steeds meer voor hem opgekomen, wat de ouders dus niet waarderen. En... dat is het moeilijke juist. Je kunt je niet met het ouderlijk gezag van iemand bemoeien. Maar toch, met vallen en opstaan, probeerde ik te doen voor hem wat ik kon. En dat is door voor hem te zijn vanuit mijn hart. Uh-huh. Maar als we ons neigen vanuit ons ego ermee te bemoeien, met bijvoorbeeld iemand in te schakelen wat uiteindelijk geen succes bracht. Maar toch hebben we stappen ondernomen. En toch... kom ik uiteindelijk weer terug hierbij dat dit het belangrijkste is. En wat eigenlijk de ouders dus vergeten zijn, op hun manier van omgang. Ik kan er heel veel over vertellen, maar daar kan je beter het boek van lezen. Ja, ik heb jouw boek gelezen, Marcel. Mm-hmm. En ik was echt zo onder de indruk. En ik dacht echt van, wauw, dit moet iedereen die in de jeugdzorg werkt lezen. En vooral omdat je zo duidelijk maakt dat... Dat dubbele van de buitenkant gedrag en de binnenkant die bestaan. Ja. Dat maakt de wereld juist zo moeilijk om ons heen. Ja. Dat overleven ten koste van. Ja. Ja. Dat is het moeilijke. En daar leer ik dus heel veel van. Ja.
Dankzij Miguel ook. Ja. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Daarom noem ik hem een engel en een bengel. Super Marcel, dankjewel. Ja, dankjewel natuurlijk. Voor het interview. Ja, natuurlijk. Oké.